Shashamane is een grote stad in Ethiopië. Veel van haar inwoners leven in armoede en kampen met werkloosheid. Voor jongeren is het bijna onmogelijk een baan te vinden. Daarnaast is er ook veel vervuiling. Mensen gooien hun afval op straat. Dit veroorzaakt ziektes en vervuiling van het grondwater. Om zowel de werkloosheid als de vervuiling tegen te gaan, is Dorcas een vuilnisophaalproject begonnen. Werkloze jongeren volgen verschillende trainingen en krijgen een lening. Als groep beginnen ze een vuilnisophaaldienst. Zo werken we samen aan een schonere stad en een nieuwe toekomst voor jonge mensen. Dit is slechts één van de activiteiten die Dorcas doet in Shashamane. Dorcas zet zich ook in voor gezondheid, sanitaire voorzieningen en ouderen.